Dr. Gildemacher gaf recentelijk een lezing naamkunde op het gemeentehuis te Workum. Hij ging vooral in op de vragen: hoe ontstaat een naam, wat is de functie van de naam en waarom kiezen we voor een naam? Vooral met het oog op de nieuwe gemeentenaam besloot RTN om daar een kijkje te gaan nemen. Wat is de oorsprong van uw naam? Gildemacher. Ja, mijn naam die had ik van mijn H&M kregen. Ze had elk de naam van zijn H&M kregen. En die had het even zien, H&M. En zag ik het altijd in terug. Naamkundige, wat houdt dat in het kort in? Nou, namen ben een stukje taal. En van taal daar kun je van alles hoe leren en bestuderen. En ik ben specialiseerd op het terrein van namen. En vooral waar het gaat om namen die je in het veld zag. En plaknamen en delzettingsnamen en wetternamen en geen maar terug. Zo staan we hier in het gemeentehuis van Nijevert voor een nieuwe naam te bedenken voor de gemeentes die bij elkaar komen. Wat is het criterium van een nieuwe naam voor een gemeente? Nou, het criterium is er eigenlijk net. Maar je moet erom denken dat er een aantal dingen daar ga je rekken mee te houden. Dat is, zijn naam maakt natuurlijk net likje op de namen van andere gemeenten in Nederland. Want dan krijg je maar betiezing. Hij moet makkelijk wijzen, want mensen moeten hem goed onthouden kennen. Maar hij moet ook wel een beetje uniek wijzen. Hij moet ook wat eigens uitstrelen. Nou, en zo kun je wel een stukje 20 voordat ze argumenten nemen, werd eigenlijk een naam onvoldoende aan te zoeken. De gevoeligheid van een naam? Ja, want als je, dat weet je maar meesken, als je iemand maar een verkeerde naam bejegen, dat vindt je sneu. Je wil graag neemt worden bij de namen die je hebben. En dus lijkt het mijn naam eigenlijk heel gevoelig. En ik kan me heel goed voorstellen dat een starmer, dat hij net in sneekwijnen wil. Ja, als je erin maakt omdat hij net met al te goed is, dan wil hij graag naar snetswijnen. En op dat moment wordt hij snetser, maar eigenlijk is hij altijd al starmer. Identiteit. Dat had mijn identiteit aan mij. Weet je, als je koudemer bent, dan ben je dus net een hilper. Maar en als je in Holland bent, dan ben je wel een Fries. Maar ben je in Friesland, dan ben je wel thuis in de hoeken van Friesland, weet je eigenlijk je thuis willen. Nou, en zo groeit die identiteit naar heel die dichtere stukjes ontje bij jezelf nemen. En dan ben je bij je eigen namen, want Joost is van jezelf. En wat je dus altijd je best had moeten, een gemeente, maar een stad, een mens ik, is dat je op een goede naam staat. Je naam moet goed wezen. Als er dan een nieuwe naam komt, heeft de bevolking dan ook inspraak in die naam? Nou, ik zou haast steeds net een hoopje. Want als je zorgt wat voor ideeën er in de kranten staan, dan rent je de griezel de grauwe. Want dat ben al je van die grappige dingen. Van die dingen om bij een borreltafel te zezen. Want je moet je wel realiseren dat zijn naam een groot aantal functies had. En dus inspraak is prima. Maar A, je moet het heel betekend van. Dus voordat het een proces begint te rennen. En de gemeente riet, die maakt hem al die argumenten die bij het kiezen van een naam een rol spelen, op een rietje zetten. En dan maar plus en minnen. En dan maakt de riet zijn wat ze uitkomen. Nou, en daar gaan we riet voor. We hadden een parlementaire democratie. En ik ben oosterblied dat we net met alle Nederlanders hoeven beslissen hoe het verder gaat. Maar als de gemeenteraad dan gaat beslissen, dan zou het misschien Sneek kunnen worden? Daar valt niks van te zeggen, maar als de gemeente het nijdenkt, de gemeente die van Nij gemeente, dan moet ze zeggen, wij kiezen net voor Sneek. Wij kiezen net voor een van de bestaande namen, want we zijn een Nij gemeente en we willen gewoon een Nij start maken.